Yo mensen, leuk dat jullie kijken. Dit is weer een nieuwe video van Cinema Gaming. En dit is vandaag weer een soort van update video. In ieder geval, dat heb ik als waarschijnlijk in de titel gezet. Het is wel gewoon een soort update video. En ik zal eerst even vertellen wat je op de achtergrond ziet. Dit is het begin area van de Norn. En misschien vraag je af, waarom zit je daar als human zijn? Nou, dat is simpelweg omdat ik gewoon in het human gebied gewoon mijn levels niet kan halen. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar dat is gewoon niet te doen. Je bent altijd te laag om verder te gaan en dat is gewoon fucking vervelend. Dus ben ik hiermee heen gegaan, wat eigenlijk een hele goede oplossing is. Want voor je het weet heb je gewoon alsnog die levels. En er is ook meer dan genoeg te doen, dus het is wel gewoon gaaf dat je gewoon naar een andere gebieden kan die je downlevelt. Dus gewoon, ik ben nu level 4, terwijl ik eigenlijk level 13 ben, of level 14, ik kan het zo even niet zien, maar... Dus ja, ik ben hier gewoon wat aan het questen om dan alsnog die levels te krijgen. Maar het is even een paar dingen die ik je wilde vertellen. Helemaal om te beginnen, ik had een tijdje geleden een video van Jesse beloofd, alleen die staat nog steeds niet online. Hij heeft het wel gemaakt, alleen... De beeldkwaliteit is matig. Hij krijgt hem niet op 1080p, wel 720. Dus op zich is dat wel voldoende. Dat maakt niet heel veel uit. Het is in ieder geval HD. Alleen het geluid is gewoon heel slecht. Als een van de hele vreemde akoestiek was ontstaan tijdens de upload of het exporteren. Of ik weet niet waar het fout gegaan is. Maar het komt gewoon niet goed. Want hij heeft ook een andere versie van Adobe Premiere. Het is allemaal gekut. En we weten niet precies wat het is. Maar het is iets. En nou ja, het is echt... ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Maar... Dus we moeten er nog even achteraan gaan. Maar als het goed is, komt er zo echt binnenkort een video van Jesse. En ik hoop ook gewoon dat het gaat gebeuren. Want ik ben niet altijd dus in staat om video's te maken. Tot nu toe komt het heel mooi uit. Want ik heb, ben dus weer de eerste week naar school geweest. Ik heb een rooster gekregen. En zoals het nu voor staat, heb ik 3 dagen in de week. In ieder geval het eerste uur vrij. Wat je hier ziet is trouwens een bug. Ik zat in een muur. En dat heb ik vaker gehad. Door een bepaalde aanval. Die als je op het moment dat je als Steve een sword equipt, dan kan je teleporteren. Naar iemand toe en terug. En daar wil dit soms mee gebeuren. Dat is heel vervelend. Maar ik was zo zelf... Ja, nu ben ik er ook weer uit. Ik wil denk ik later even tussendoor zien. Het komt later in de video ook nog een keer terug, geloof ik. Zo'n soort bug. Het was helemaal echt heel veel bugs. Ook dit. Ik ben hier aan het vechten tegen een boss voor een skill point. En nou, simpelweg wordt niet teruggevochten. Het is, ja. Een beetje bijzonder is het. Maar oké. Okay. Ik heb wat ik bestelde. Ik heb een roos gekregen. En ik ben 3 dagen van de 5 dagen uiteraard. Het eerste uur vrij. En ik heb altijd een beetje de gewoonte gehad om mijn wekker om 4:15 te zetten. Om vervolgens om 6 uur mijn nest uit te gaan. Zodat ik gewoon in de ochtend nog heel veel tijd heb. Dat deed ik voor de vakantie ook. En toen maakte ik ook altijd de video's. Dus dat ga ik nu gewoon weer doen. In de ochtend video's maken. Een direct gevolg hiervan is dat ik meer video's alleen zou maken. Omdat er niet veel mensen in de ochtend online zijn. Toevallig vanochtend 4. Maar ik weet niet of dat vaak gaat gebeuren. Dus het zullen veel video's alleen zijn. Binnenkort ga ik wel absoluut ook video's maken van World to World, ook met andere mensen. En ook zodra ik het kan, ook Dungeons, met Geert en Jesse in ieder geval. Dat lijkt me gewoon heel gaaf en ik hoop echt dat dat een beetje gaat gebeuren en zo. En dat ga ik dan in delen uploaden waarschijnlijk. Daar heb ik in ieder geval zelf heel veel zin in, maar dat kan nog niet gezien ik nu nog wel level 16 ben inmiddels. Ja, zoiets, ik weet het ook niet precies, maar in ieder geval op level 30 kun je pas een dungeon doen. En natuurlijk, daar is laatst ook voor naar gevraagd, ik ga ook andere games doen dan Guild Wars 2. Alleen, de Guild Wars 2 is released en ik begin nu pas eigenlijk echt plezier in het spel te krijgen. Eigenlijk door mijn Thief-character, omdat die gewoon heel leuk is om te spelen en de attacks en dat allemaal. Het is gewoon echt gaaf. Ik vind het leuker dan mijn Warrior, om heel eerlijk te zijn, dus ik blijf gewoon op Thief spelen. Maar ik ga binnenkort wil ik ook gewoon weer een Minecraft-serie starten met... met survival gameplay. Dat is ook omdat gewoon heel veel mensen gesubscribed zijn op mijn channel door vanwege Minecraft. En ik vind het heel lullig om, zeg maar, iedere keer Guild Wars te uploaden waar die mensen misschien helemaal niet naar geïnteresseerd zijn. Dus ja, ik ga ook gewoon die variatie even terugbrengen. En dat vind ik zelf ook leuk natuurlijk om te doen. Maar het liefst maak ik nu allemaal video's van Guild Wars, omdat ik Guild Wars helemaal... Ja, ik vind het nu in ieder geval echt gaaf. Dus ja, een beetje op die manier. En ik hoop ook gewoon dat ik echt video echt gewoon... Zo dagelijks mogelijk, om maar te zeggen. Video's kan blijven uploaden in verband met school. Maar ik weet bijvoorbeeld dat ik zaterdag de hele dag weg ben. Door een wedstrijd en mijn werk. Vrijdag en donderdag heb ik het ook vrij druk. Alleen dan met school. Dus het is allemaal een beetje moeilijk om dat in te plannen. Daarom hoop ik echt dat Jesse dus binnenkort wel weer dus die video een beetje oké krijgt. Alleen Jesse is ook weer naar school, dus ik weet niet hoeveel tijd hij ervoor heeft om dat ook allemaal te fixen en zo. Maar nou ja, ik houd goede hoop. Ik heb niet heel veel meer te vertellen in deze video, dus nogmaals, ik ga proberen gewoon dagelijks te uploaden. En als het even kan, als bijvoorbeeld een video als dit, misschien dat ik hier nog vandaag nog een video bij kan uploaden. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval,
ik doe mijn best en ik hoop dat jullie video's leuk vonden. En ik hoop ook dat jullie dan even liken voor zeg maar, de tijd die ik insteek. Want dat is echt gewoon. Het is. Nou ja, dat is iets waar ik wel een beetje over nagedacht had. Van, weet je, dat eerste dat dacht. Nou, toen interesseerde me dat niet zoveel. Maar nu ik zelf een video maak, dat het gewoon wel chill is. Want je kost, zo'n video maken kost echt gewoon veel meer tijd dan je misschien zou denken. Ook met renderen en exporteren en zo. Dat hoeft niet echt bij te zijn, maar het kost al gewoon veel tijd. Je kan ook niet. Je kan je computer ook nauwelijks gebruiken in de tijd. Dit is trouwens de andere keer dat ik vast zat, eigenlijk door dezelfde aanval. Heel vervelend en zo. Maar uiteindelijk kwam ik er ook gewoon weer uit. Op dezelfde manier als bij die vorige examen. Zo dus. En, maar wat ik dus wil zeggen, dat zeg maar. Een like is gewoon. Likes zijn gewoon super chill op video's. En dan weet je het ergens wat doet. Ook comments. Ik heb laatst een paar hele leuke comments gekregen op mijn. Op die serie van. My personal story. Ja, natuurlijk wel leuk, want dan weet je gewoon dat je de video's niet voor niets maakt. Maar voor nu, ja, nogmaals, ik zeg het al heel vaak, maar bedankt voor het kijken. En dus like, subscribe voor meer video's. En hopelijk zie ik je terug bij de volgende video. Tot ziens.